We creëerden gewoon veel te weinig. Ik moet zeggen, ja, ik zelf ook niet. Ik was vandaag gewoon, ja, was gewoon niet best. En dan, ja, dan wordt het een hele moeilijke wedstrijd. Want we kunnen de hele tijd aanvallen en ja, ze scoren dan ook nog. En dan wordt het ja, alleen maar moeilijker. Je zegt dat je dus ook niet tevreden bent over je eigen spel vandaag. Hoe kijk je naar je ontwikkeling aan zich de laatste weken? Ja, ik moet zeggen, tot vandaag ging het lekker. Ik scoorde ja, elke wedstrijd, 4 wedstrijden achter elkaar. En ja, zo had ik zeg maar, bij elke wedstrijd bijna mijn steentje bijgedragen. En ik wilde die lijn vandaag doortrekken. Is helaas niet gelukt, maar ja, tot vandaag ging het wel lekker. En dan word je nog gewisseld, begrijp je dat dan? Ja, ik begreep het wel. Waarom was dat? Ja, ik zat totaal niet in de wedstrijd. Wat kan Ajax van jullie verwachten zondag? Ja, moet je zondag maar kijken. Is dat voor jou ook de wedstrijd van het jaar? Voor veel Utrecht supporters is dat wel zo. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik vind het sowieso een hele mooie wedstrijd tegen moet zeggen, een hele sterke tegenstander. Dus dan mogen we ons weer gaan meten. En gelukkig spelen we thuis, dus dan kunnen we het hun super moeilijk maken.